zijn in Antwerpen Park Spoor Noord en ja, we hebben een heel coole snowboard en skirail battle vandaag. Het niveau ligt heel hoog, de kids, de dames, de heren, ze gaan allemaal los. Ik ben organisator, Helmans Jannik. Ons concept dat is een beurs, een rail battle en een festival aan elkaar gekoppeld. Dus we hebben groepjes, we hebben DJ's, we hebben dus een rail battle en we hebben natuurlijk ook de beurs. Nou, er wordt voornamelijk op stijl gelet, de moeilijkheidsgraad van de trucjes, op de variatie die je inbrengt, hoe creatief je bent als een snowboarder. Ik denk dat dat wel de hoofdpunten zijn waarop gelet wordt, ja. Rail battles zijn eigenlijk makkelijker te organiseren dan een big air, omdat je hebt minder ruimte nodig voor iets te doen. En het is ook makkelijk voor de riders, ze kunnen heel snel veel runs doen. En zeker in de lage landen, België en Nederland, zijn er heel veel riders geïnteresseerd in dit soort dingen. Snowboarders leven de good life. Ze zitten de hele winter in de bergen, snowboarden elke dag, party elke avond. Dat is het leven van een snowboarder. Wat vond je van de show? Ja, ik heb je gemist. Waarom? Was je dronken? Ja, ik ben stom geweest. Hè. Ze vertrokken juist waar het begon. Ik ben nu teruggekomen. Ze zijn niet de slimste. Je bent een Vlaming, toch? Ik ben een Vlaming. Jij ook? Wordt er gedronken veel? Uiteraard. 6% Engeland, ja. Dat is het land van over de zee, Engeland. Maar jij mag me niet belachelijk maken op de televisie. Wat vond je van de show? Mooi. Gaat er winnen, denk je? De jongen daar. Ik ken zijn naam niet. Ik ken alle andere riders, maar zijn naam ken ik niet. Ik denk dat de Quicksilver dood moet winnen. Ik hoor net dat jij gaat winnen. Ik heb geen idee. Hoe vond je het zelf gaan? Ja, niet zo heel goed. Ik had niet echt mijn dag, denk ik, maar de meeste mensen zeggen dat het goed ging. Dus moet ik dat maar aannemen, toch? Nee, dat kan er maar één de beste zijn. En vanavond was de beste Kevin De Haan. Kevin De Haan, waar ben je? Baby, you don't wanna know. Echt heel blij. Maar voor de show dacht je dat je niet ging winnen? Ja, het ging niet zo lekker op het begin. Maar de jury dacht er anders over en ik ben er toch heel blij mee. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel.